ga David je maar helpen. In het avondtheater van het KRO-programma volgt nu een luisterspel van Hans Kasper in een vertaling van mevrouw W. Wielik-Berg. Regie Leon Povel. Luis! Hoe je zo naar Babylon? Nou, jouw ouders zullen wel blij met je geweest zijn, hè? Persische oort. En dat denkt dat hij soldaat is. Ik heb per ongeluk in de oorlog terechtgekomen, niet? Oh! Blaas je me op, vetzak. Maar barst niet, hè? Wie moet anders een bos schoonmaken? Mooie bos! Ja, zoem maar, mug. Zoem maar raak. Huppel. En dans, hè. En spring. Oh, wat heb ik een hekel aan dat gebakken wij. Oh, en ik maar weer achterna. Dat de halve oorlog, dat toch uit benenwerk bestaat. De winterschouwen bloot, hè. En opzij open. Heel lichtgroen. Met mijn zilveren sandalen. Ja, Berenietje, dat kan ik je wel vertellen. Ik ontsnapte ter nauwe nood. Maar ik heb hem van mijn lijf weten te houden, Berenietje. Kapitein, zei ik. Morgen moet u vechten. Dan moet u zo fris als een hoentje zijn. Wat een vaderlandsliefde. Oh, hoor hij me, Larissa. Geloof maar geen nood van wat hij zegt. Het is lente. En toen zeg ik, luitenant, kapitein. Oh, nou, kapitein, dan win eerst de oorlog maar, kapitein, zeg ik. Had ik gelijk of niet, Berenietje? Moet ik me soms bijvoorbeeld als lauwerkrans laten plukken? Een al te vroeg gebroken blad zie het vaak het verkeerde voorhoofd. Oh, zo is het. En zeker morgenavond hier een vluchteling op mijn dak krijgen. Want overwinnaars komen niet terug. De hel drijft op eigen wieken naar nieuwe avonturen. Oh, maar als ze verloren hebben, slapen ze door de achterdeur het huis weer binnen. Hinkend en uitgeput. Als een bundel vermoeide spieren met een ziel in vlarden gereten als hun vlaggen. Zo komen ze binnen wankelen en brengen in plaats van de buit die ze beloofden, zichzelf, de mens. En van jou willen ze ook alleen maar jezelf. Niet de minnares, niet de vrouw, de mens. Ze werpen zich op je bed te vallen in een diepe, wezenloze slaap. De eerste week hebben ze koorts, de tweede week snurken ze. En de derde zijn ze weer helemaal beter. Dan laten ze je een portret zien van hun lieve vrouw en hun schattige kindertjes. Hun ogen staan weer zo helder als het ondergoed dat jij voor ze hebt mogen wassen. Ze noemen je hun bewaarengel en danken je hartelijk voor elke aangezette knoop. Alles wat er geweest is, als er tenminste iets geweest is, was een nare droom, meer niet. Mooie complimenten hoor, mocht ik zeggen. En bij de deur bieden ze je als afscheidsgeschenk inderhaast hun vriendschap aan. Voor het hele leven natuurlijk, minder kan het niet. Nee, Berenietje. Ik heb liever dat ze me voor een slet houden dan voor een verpleegster. Oh, een lijk. Kijk nou eens. Een lijk al. Alweer een lijk. Wat is die oorlog toch een jamboel. Vooruit, vooruit, kom mee. Warempel, arme kerel. Oh, hij heeft niet eens een uniform, man. Het is geen soldaat. Kom nou mee. Nee, het wordt als klein wurm geboren om later hier lang uit te liggen. Als je wilt filosoferen, Berenietje, moet je iemand uitzoeken die naar je luisteren wil. Kom, Berenietje. Ja. Zeg, hij beweegt, hè? Jokkes, wat denk je? Kijk nou toch eens. Hoera. Hoera? Praten doet hij ook nog. Wat zegt hij, Berenietje? Afgelopen. Wat? Is hij alweer dood? Wel, nee, hij slaapt. In elk geval is het geen burger die hoera roepen. Ja, hij is onrustig. Als er medailles worden uitgeloofd voor dromen, zou hij er vast in krijgen. Oh, kijk eens hoe dapper hij droomt. Oh, nou valt hij de vijand aan. Ja, doe maar vooruit, maar ja, doe maar. Nou ja, die andere geeft hem ook van katoen hoor, daar moet je rekening mee houden, jongen. Oh jee. Heeft hij je even te pakken? En toch krijg jij je medaille, jongen. Een mooie, gouden medaille met brillanten.
Ik zal tegen je generaal zeggen hoe dapper je gedachten zijn. Ze zouden trouwens de theorie al tot vervelendste moeten loven dat hun de zin vergaat om nu nog een praktijk te brengen. Wat denk jij, Larissa? Hoeveel bloed ze wel niet zouden kunnen sparen als de kwade wil om het te vergieten het openbaar werd gedecoreerd. Mannen zijn net kinderen. Ze zoeken het avontuur toevlucht, in de eer veiligheid, in de roem het donker van de moederschoot. De wil om een held te zijn is meestal niets anders dan de angst om een man te worden. Kijk eens, Larissa, hoe je daar ligt, dat jonge hoopje trots. Een omgewaaid boompje, dat een gevelde boom zou willen zijn. Of hij nou een boom is of een boompje, we gaan weg. Het lijkt mij dat hij vrijwel dood is. Mij lijkt het dat hij leeft. Wat een opdringerig vent. Ja. Luister toch, Larissa, hij praat. Ja, sound. In het zand gebeten. Slaak niet. Aarde. Kostbaar goed. Douw. Douw. Douw is nat. Hij ziet eruit als een baby, alleen niet zo mooi. Kom. Laten we zijn hoofd een beetje hoger leggen. Zeker nog aanpakken ook, ik denk er niet om. Zo, zo, zo. Nee. Zo. Ja. Der Kielis. Liefje. Stil maar. Wauw. Ja, mijn hoofd. Heeft je tante wat gemerkt? Deuren kun je smeren. Maar trappen die kraken. Ah, het doet pijn. En piepen, Derkilis. Zo'n trap om 3 uur in de morgen kost je je zenuwen. Dat kan ik je wel vertellen. Je moet met je tenen tasten. Heb ik het niet gezegd? Een springlevend lijk. Hij eilt. Die eilt niet. Nou niet. Dat is de zuivere waarheid, kind. Straks als hij bijkomt, dan fantaseert hij Berenice. Alleen als een man in half slaap is, zegt hij de waarheid. Hoera, hoera. Half dood, maar toch hoera. Iemand moet me, auw, een klap op het hoofd hebben gegeven. Maar, waar ben ik? Al op een groene wei. Je bent gewond. Wie zijn jullie? En wie ben jij? Ik? Ik ben... Ja, ik... Ja, jij. Een wild dier in het bos? Hey, wie heeft je dan geschoten, mijn onbekende hertenbokje? Hier in de buurt hoor je in elk geval niet thuis. Wij kennen de wildstand in deze contreien. Ja, ik... Ik ben soldaat. Oh, stuur maar. Dat is niet van belang. He? Doe maar. Sta maar op. Gaat het? Oh, wat staat hij te zwaaien. Zou die dronken zijn? Dat is van veel belang. Ik ben soldaat. Dat is van heel veel belang. Ik vind het ook van veel belang, Berenice, om te weten met wie wij de eer hebben. Als het tenminste een eer is. Hè? Wat betekent dat? Wat bedoelt ze? Niks bijzonders. Ik vraag me alleen af waar ter wereld een leger zijn soldaten als vreedzame herdersjongens uitmonstert in lompen. Ik? Een herdersjongen? Waarom doen de mensen toch altijd zo verontwaardigd als je ze een fatsoenlijk beroep aanmeet? Lompen? Hoe zie ik er dan uit? Inderdaad. Jullie hebben gelijk. Maar dat is mijn hemd. Mijn onderhemd. Daaroverheen draag ik altijd mijn gewone hemd. En daarover weer mijn malienkolder. Je overschat onze belangstelling voor je ondergoed. Ik begrijp het zelf niet goed. Ik ben soldaat. Ik zweer dat ik soldaat ben in het... In het... Wat nou, zeg maar, in welk leger? Ik ben... Gedeserteerd. Oh, dat is een belediging. Oh, wat is die heerlijk, jongen. Larissa, alsjeblieft op. En jij moet het er niet kwalijk nemen, jongeman. Ze heeft veel meegemaakt, weet je. Ze heeft net zoveel ervaringen opgedaan als ze soldaten gekend heeft. En er zitten er hier nog genoeg in de buurt, dat kan je hem ook nog vertellen. We hebben hier namelijk een slagveld, moet je weten. Dat is zo ideaal gelegen. De mensen komen van heinde en ver om het te bakkeleien. Ze regelen hun oorlogen er maar. Ze wachten gewoon tot de plaats vrij is. Zo'n mooi slagveld is dat. Je bent hier op weg naar Krinta, jongeman.
een eindje verder het bos in, kijk, achter die heuvels daar ligt de vlakte. Het fraaie slagveld waar Persen en Macedoniërs toevallig net weer vechten om de eer wie de meeste mensen kan vermoorden. Persen en Macedoniërs, zeg je? Ja, precies. Twee partijen. Om liefde te bedrijven en om te moorden zijn er altijd twee nodig. Een mens maken en een mens doden. Altijd zijn daar twee voor nodig. Persen en Macedoniërs. En ik weet niet wie ik ben. Ik kan het me gewoon niet herinneren. Ik weet het niet. Ik weet het niet bij de helle hond van Charon. Ik vloek op zijn Grieks. Je vloekt op zijn Grieks? Ja. Hij vloekt op zijn Grieks. Ieder mens vloekt in zijn moedertaal. Je bent een Griek. Wat heeft hij er nou aan of je dat weet? Er vechten Grieken bij de Perzen en er vechten Grieken bij de Macedoniërs. Ze pikken de soldijen die ze krijgen kunnen. En als ze geen biceps hebben, dan zijn het intellectuelen. Dat is nog erger. Intelligentie is een variëteit van trouweloosheid. Argumenten vind je overal. Opvattingen zijn er net zoveel als waterdruppels in de zee. Je vindt Grieken aan alle kanten, in elke partij. Dus je volg je wel. Maar goed, hij weet nou dat hij een Griek is. Maar in welk leger die vecht voor wie die de waarheid verdraait, dat weet hij daarom nog op geen stukken naam. Als hij het tenminste echt niet weet. Waar is mijn zwaard? Hij is een vat wel trouw. Waar is mijn helm? Was de mooie helm? Oh, zeg, Berenietje. De Illyriërs die hebben tegenwoordig helmen. Fantastisch mooi, hè? Ver over het voorhoofd, je ziet alleen hun ogen. En over het hele hoofd heen gouden banden als stralen. Het lijkt wel plissé. Op een roodachtig glanzende ondergrond. En in de nek, heel fijn en sierlijk. Oh, bijzonder geraffineerd. Zo'n helm op je hoofd en verder niks al. Berenietje, dat is het einde. Larissa toch? Oh, maar Berenietje, wat heb je eigenlijk tegen onze vaderlandse cultuur? In elke stad die zichzelf en het klassicisme respecteert, staat zo'n standbeeld op een marktplein. Alleen met een helm op. Zou onze jonge held overigens ook fantastisch staan? Als ik een standbeeld was, wist ik tenminste waar ik thuis hoorde. Jij van steen. Zou ik nog maar even mee wachten als ik jou was? Was alles voor je voorbij, hè? Doe eerst nog maar een paar heldendaden. En denk aan de pauzes ertussen, die zijn verreweg het beste, daar kan je van me nemen. Jij van steen. Eerlijk gezegd, Berenietje zou ik hem liever in een ander materiaal uitgevoerd zien. Zeg, zie dan niet dat hij ongelukkig is. Nou en? Nou en? Wat denk je aan? Ik heb een eed gezworen. Ja, als je niet weet aan wie, hoe wil je die eed dan houden? Houden? Hij klampt zich aan zijn eed vast, meneer de idealist. Ah, daar is een eed voor, Larissa. Ik heb op een vlag gezworen. Vlaggen zijn er in alle kleuren van de regenboog. Ik geloofde aan de overwinning. Dat geloof mag je houden. Een overwinnaar is er altijd. Ze hebben me tot op het hemd uitgeschud. Ze hebben alles van me gestolen. Mijn hemd, mijn schild, mijn zwaard. Om nog te zwijgen van je geheugen. Zeg, als jij nou iemand doodslaat, weet je niet of je daarvoor een medaille verdient of de strop. In jouw vak, soldaat, heb je een goed geheugen nodig, anders raak je helemaal in de nesten. Dat ben ik. Dat ben ik inderdaad. Jij bent een intelligent meisje, Larissa. Ik sta ervan te kijken. Zoveel halve waarheden als jij weet te verkondigen. Hey, horen jullie dat? Wat zijn dat nou weer voor kerels? Die staan elkaar de buurt wat af te tuigen. Hoe dan ook, onze vriend hier moet ogenblikkelijk verdwijnen. Wat moet ik? Vooruit, schiet op het bos in. Ze mogen hier niet zien. Maar waarom niet? Misschien zijn het mijn kameraden wel. Voor jou word ik ook nog tureluurs, je kameraden. Wie zijn dan wel je kameraden? Oh, laat hem toch zo gang gaan als hij niet wil. Ze zullen hem vermoorden, wie ze ook zijn. Zijn vijanden slaan hem dood als vijand en zijn vrienden hangen hem op als deserteur. Ik heb niets verkeerds gedaan. Nou, als dat een reden was om je niet op te hangen. Ik zal mijn huid duur verkopen. Ja, om net als te straks een klap op je kop te krijgen. Mensen nog toe, die helden. Vooruit, schiet op. En jullie dan? Wij? Denk je dat wij voor een paar mannen weglopen? Mannen zijn net honden, jongetje. Als een vrouw voor ze wegloopt, bijten ze er in de benen. Maar ik wel weglopen, hè? Ben bang, jongen, dat jouw benen ze minder interesseren dan de honden. Lijkt je ook niet, Benietje. Laat die maar eens in de spiegel kijken als het weer vrede is. En nou wegwezen, hè, vlug. Ja, maar ik kan toch veel beter. Hou je kost, alsjeblieft. Ik hoop dat je niet de kolder in de kop krijgt en aan controle om ons te verdedigen. Ja, die jongen zit stik voor goede voornemens. Dat soort lied is levensgevaarlijk. Hé, wat doe je daar, Larissa? Trek me ook op. Ja, maar toch niet zo hoog. De zoon van het bos verdedigen we met alle middelen, meid. Als het ergens wordt, zou ik de man wel eens willen zien die ergens anders heen kijkt. Of die nou Pers is of Macedonië. Je dapperheid gaat wel een beetje ver, Larissa. Je hebt er nog geen idee van hoe ver. En ze zullen die jongen niet vinden. Vertrouw maar op mijn slechte ervaringen. Stil.
Het is er maar één. En wat voor één? Wat een brutaliteit. Kijk eens, wat een exemplaar. Wat heeft hij allemaal aan zijn gordel hangen? Nou, zwaarder beslist niet. Waar zult hij dan mee rond? Dan zie je toch, een fles en een pan. Waarom? Waarom? Wil je weten waarom die vetgevreten en volgezopen schurk zijn halve keuken meesleept? Kan ik je wel zeggen, omdat hij de hele dag en overal en ten alle tijden wil bakken en braden en zuipen? Maar, nee, die ken ik. Wacht eens, dit is... Ah! Rocken! Roos! Blijven! Hierheen komen! Vlug! Asclepioneus wil van jullie snoepen, zoete vruchten van de triomf. Dessert van de veldslag, rozenwangige buis van vlees en bloed. Godenspijs van de wapenstilstand. Snakt gij vrouwen naar het wilde spel van de veroveraar. Proost. Ik, Asclepioneus, kom in eigen persoon. De val vol heerlijk spek. Kom maar op, muisjes. Spek, ja, zegt dat wel, vetzak. Wat is duifje? Ben jij het? En? De slag gewonnen? Ja. Op de vlucht gejaagd, in de val gehakt. In de zee gedreven, in de afgrond gesmeten. De woestijn ingestuurd. Ja. De onderwereld naar de onderwereld. Ingeademd, uitgediest, geslacht als varkens, in stukken gehouden, tot moes geslagen, kapot geschoten en ik heb een worstel gemaakt. Wie? Julian? Of zij jullie? Zij ons? Proost. Wij hem. Houd toch je mond. Bekijk hem maar eens goed, Berenietje, die opgeblazen kikker. Zo ziet nou een overwinnaar eruit. Och ja, op zulke ogenblikken is een mens zichzelf ten voeten uit. Zo is het. En dan moeten de meesten voor oppassen. Doe, alsjeblieft, Asclepioneus. Geef eens een stuk komedie weg. Zou je geen windeieren leggen? Je kan je toch niet aan iedereen voordoen zoals je werkelijk bent. Dat zou te veel van je moed vergen. Dat zou te veel van je vergen. Of hef dan tenminste entree geld. Dan ben je rijk voor je het weet. Nou ja, Larissa. Konden we niet allemaal entree geld heffen als we onze ware aard zouden blootgeven? Oh, je zou het toch met me eens zijn, Berenietje. Dat die daar een bijzonder hoog entree geld kan heffen. Ben je er wel eens eerder iemand tegengekomen die zijn vingers zo onvoorwaardelijk ter beschikking stelt van zijn neus? Hoe heeft de koningin van Saba het ook alweer gezegd? Mannen zullen altijd in hun neus peuteren. De tijden waarin ze het stiekem doen, noemt men periode van culturele hoogconjunctuur. Wij leven kennelijk niet in een periode van culturele hoogconjunctuur. Vingers uit je neus, varken. Wat? Ja, die vinger was er al uit. Laat ik jullie vertellen dat het de grootste veldslag van alle tijden is. Proost. Hij heeft het tegen jou weer een nietje. Je hebt vandaag wel chance. Het slagveld is één zee van lijken. Ongelooflijk. Oh ja, de hoofdzak is dat er nog één leeft om het verder te vertellen. De hemel is zwart van de gieren. Oh, sympathieke beestjes. Ze krijgen goed te eten in oorlogstijd. Ja, en de rivier, hè? Die is rood van bloed. Oh man, hou op. Nee. De bloedjevrouw is hoofdzakelijk van de andere afkomstig. Ja, en de rivier stroomt hard, dus alles zal wel gauw netjes opgeruimd zijn. Dan is het water weer mooi blauw. De natuur is te netjes. Wat zou er gebeuren als die rivier eens in staking ging? Als de stroom stil bleef staan? Als het een bloedrivier bleef? Het gemeentebestuur zou er een bord neerzetten. Zwemmen verboden. De autoriteiten, Berenietje, zijn bijzonder gesteld op hygiëne. Bijzonder. Proost. Hoe komt het eigenlijk dat jullie elkaar zo goed kennen, Larissa? Dat is de kapitein. Maar je weet wel, die man over wie ik je verteld heb. Wat? Zij heeft over me verteld? Van mijn lieve wat? Hopelijk toch niet alles, hè, duifje? Ik hoefde gelukkig niks te verzwijgen, zuiplap. Ze is altijd zo tegenwind op ons. Nee, die knap. Maar die is toch geen kapitein? Weet ik veel wat hij is. 'S Avonds vertellen ze wat je graag horen wil. Wat ik me voorstellen? Asclepioneus. Schildrager in het tweede Bactrische bataljon. En ik ben Berenietje. Oh, jullie kunnen je die plichtplegingen besparen. Zeg, we zitten hier in een bos. U bent schildrager. Huh?
Ja, dat wil ik. Dat wil zeggen, schilddrager eigenlijk niet. Ik ben, als ik het zo mag uitdrukken, ik poets... De plaat. Nee, de schilder. Ja, ik ben eigenlijk de assistent van de schilddrager. Assistent? Ja, ik maak de schilder schoon, weet u. En dan brengt de schilddrager ze naar de schildhouwer. En de schildhouwer houdt het schild vast tot de schildhaler het ophaalt op het weg wil rijden. Naar de woorden, helemaal naar de soldaten. We hebben natuurlijk alleen als er gevoegd wordt. Anders heb ik het schild onder mijn hoede. Dan draag ik persoonlijk de verantwoordelijkheid voor het schild. Ja, het Persische leger is beroemd om zijn fantastische organisatie. Alles en iedereen is daar aan strikte regels gebonden, moet u weten. Iedereen doet het zijn. Niet meer, maar ook niet minder. Dat is allemaal precies geregeld. Mooi. En dat is maar goed ook. Want ziet u, ik hoor ervoor te zorgen dat het schild schoon blijft. Zindelijkheid gaat voor alles, begrijp u? Een schoon schild, zegt onze kapitein altijd. Een schoon schild is de halve overwinning. Zo, Berenietje, nou weet je er alles van. Onze held uit de achterhoede poetst het mooie schild tot het glimt, dan kan het in de voorhoede de boze vijand ogen verblinden. Zeg, schildpoetser, wat heb je allemaal uitgebazuind? Dat je naar voren bent gestormd, zwaardhouwen hebt uitgedeeld, de vijand de zee hebt ingejaagd. Het lijkt wel of jij iets tegen helden hebt, Larissa. Niemand kan het jou in de zin maken. Kerels die handje de dood zijn zijs poetsen, s'morgens voor de slag, daar ben ik dol op. Maar je bent onrechtvaardig, Larissa. Moet er iemand over blijven? En dat hij kapitein is, heeft hij je beslist ook niet verteld. Wat hoor ik nou? Hij heeft zo'n officier van me, hè? Mijn zoete herinnering bevorderen. Dat kleine liefdesvogeltje. Wees niet boos op haar, juffrouw Bernice. Jubelt de levering ook niet, s'morgens na een zalige nacht. Oh. Officier. Epauletten van de liefde, zei het. Alleen het hart, de trouwe vrouwenjacht, hart. Besef wat een man werkelijk waard is. Oh, vind je die trosknecht niet om op te schieten? Zonder trots geen ros, zegt onze kapitein altijd. Zonder ons stuifje behoort de oorlog tot het rijk wel. Onmogelijkheden. Dan wordt het hoog tijd om die tros af te schaffen. Nou, ziet u zelf, juffrouw Berenietje, zo gaat het nou altijd. Wij in de achterhoede zijn de vreedzaamste van allemaal. En we worden het meest uitgescholden. Nou, trek het je maar niet aan. Maar hoe staat het nou werkelijk met de veldslag? Wie heeft gewonnen? Oh, het was een les voor het oog. Die twee legers fonkelden in het ochtendlicht naar beneden. Ver beneden in het dal. De enige de trompet en de schallende paarden, hè? Nee, ik bedoel, de paarden hinnikten en de trompetten scholden. Scholden, wil ik zeggen. Voilà. Het blok flitst en fonkelen. Ah, het was dan ook allemaal goed opgepoetst. Ja, het hart springt op in je lijf als je je kameraden zo op elkaar ziet afstaan. Oh, je moet een dichter zijn om zo'n ochtend te kunnen beschrijven. Maar ja, de zon gaat nu eenmaal 's morgens op, maar 's avonds gaat ze onder. Hoe staat het er nou vanavond voor? Heeft jouw leger gewonnen? Huh? Ja, wij van de Tros kunnen eigenlijk alleen maar op de geluiden af. Wij kunnen, om zo te zeggen, de gebeurtenissen alleen akoestisch in het oog houden. Hij kijkt met zijn oren. Nou ja, wij bevinden ons daar in de achterlinie. Die waren in dezelfde situatie als de heren van het hof. Waarom niet? Je kan toch niks meer zien als het gevecht even aan de gang is. Die paarden, hè? Die jagen zo verstopt op. Het is vlot een woord, een slagveld van tevoren. Niet met water besproeid. Is niet zo? Hoogstens mijn bloed, maar dat was veel later. Een oorlijke snuiter. Maar je wou dus zeggen dat jouw leger gewonnen heeft. Ja. Zo naar de geluiden te oordelen. Hé. Hey. Wat is dat nou? Zo naar de geluiden te oordelen is nog niet afgelopen, wou je zeggen. Maar pas op het moment. Zijn we zo tussen de fronten terechtgekomen? Ah! Wat een kerels, hè? Hé, vind je niet meer? Goed de muis, op zand van adem, sparen. Maar jij, die hier, buig, anders hoog je bek nog uit. Oh, wat is die klein, die kleine, hè? Zo moe. Maar dapper, kijk maar. Pas op jij!
Pas op, jij, wat bedoel je met pas op, zij? Blijf staan! Hond! Oh. 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 Hij is gevallen, die ijzerhaai. Waar is het nou, hè? Ik waarschuwde je dan wel voor die boomstomp. Oh, zijn helmpje staat zo scheef, is het vol deuken. Maar die andere heeft de scheve tronie van al die schrammen. Die kleine wankelt al. Maar je doet het verdraaid handig. Kijk, kijk, kijk hoe je die dikke wegloopt. Hoe je het ook went of keert, Berenietje, die twee kerels hebben wat tegen elkaar. Oh, dat is niet gezegd. Soms willen alleen de zwaarden elkaar te lijf. Oh, dat is me te geleerd. En, Asclepiodorus, je was zo stil toen het front voorbij kwam. Er zijn niet één van jouw mannen bij. Geen idee. Maar dat interesseert je toch zeker wel? Je had je collega toch... Kameraad! Oh, goed, kameraad dan. Je had je kameraad toch kunnen helpen? Wat begrijpen jullie wijven nou? Dames, hè, dames. Ja, goed dan, dames. Wat begrijpen jullie dames nou van soldaten? Waar twee mannen duelleren zijn triomf en dood alleen. Een derde laat met valsgedichte schalen de gerechtigheid. Precieze wandspreuk. Is me dat een mooie spreuk. Maar als gerechtigheid iets met gewicht te maken heeft, moet me wel van het hart dat de ene kameraad veel kleiner en lichter was dan de andere. Ah, juist. Daarom hoef ik de grote ook niet te helpen. We bedoelden, je zou de kleine desnoods kunnen helpen. Mijn vrienden zijn altijd de grootste. Is dat ook een Persische wandspreuk? Nee, ik geloof dat die van meneer Asclepiodorus zelf is. Komt het uit? Ja, jazeker. Dat is een spreuk van mij persoonlijk. Mooi. Maar op ons vorige onderwerp terug te komen, als dat zo is, dan zal jouw leger, het leger van de grotere, ook wel gewonnen hebben. Ik zei, ja, naar de geluiden te oordelen waren wij van de trots er eigenlijk allemaal van over, hè? Oh ja, je weet, het lawaai kreeg zo de overhand. En toen ben jij... Ja, toen zijn wij... Ja, je begrijpt het wel... Een mens heeft tenslotte maar één leven. Oh, ik begrijp het. Waarom niet? Hoor je dat, Berenietje? En dan om zo'n vent had ik me bijna gegeven. Oh, fatsoen, Larissa. Nou, dat heb ik toch gedaan, maar weet je nog meer? Ik zei bijna. Bijna is eerzamer dan helemaal niet. Jij gaat nooit alleen een donker bos binnen, daar is je van Berenietje veel te netjes voor. Maar erin gaan en eruit komen precies zoals je erin gegaan bent, dat is pas deugdzaamheid. Onthoud dat maar goed. Ik heb me fatsoenlijk gedragen. En ik blijf me fatsoenlijk gedragen, zeer tot uw leedwezen, meneer Asclepiodorus. Van beroep achterblijver. Toch nog altijd schildpoetser in het tweede Bactrische bataljon. Als het tweede bataljon tenminste nog bestaat. En het schild en de poetsdoek. Ik ga weg. Als mijn zindelijkheid zo weinig eert, dan ga ik weg. Hoor je? Ik ga weg. Hij gaat het bos in, Larissa. Hé, dikke. Ik laat het grootste leger van de wereld niet beneden. Nou, nog wel tijdens de grootste veldslag van alle tijden. Precies. Goed, dikke, goed. Hou je op de been voor het overwinningsfeest. Ja. Voor het grootste feest van het grootste leger naar de grootste veldslag alle tijden. Er zal heel wat te drinken zijn. De meeste overwinningen verzuipen in de drank. Ga niet naar het bos. Je weet nooit wie er op de loer ligt. Wat is dat toch al door met dat bos? Wie zit daar dan? Larissa, hij trekt zijn zwaard. Ik laat me niet overvallen. Oh, hij wordt bijna dapper als hij bang is. Kom, geef me hier. Wat? Je kaasmes. Waarom? Oh, omdat ik alleen met ongewapende mannen uitga. Anders ben ik bang voor jullie. Wat een duifje. Geef hier, zo. Hier, Berenietje, pam. Die hoera kan een zwaard gebruiken. Ja. Een zwaard? Kom, laten we wat bloemetjes gaan plukken. In het bos, in het bos, in het hoera, hoera. Nee, geen paddenstoelen verzamelen. Bloemetjes plukken op de weide. Oh, op de weide zie je ons? Wat wou jij dan in het bos? Ik bedoel, een vijand zal ons vinden. Maar die hebben jullie dappere Perzen toch de zee ingejaagd? Dat wel, maar stel dat er zo loslopen, dus zo'n uitvaller opdacht. Of stel je voor dat het mijn kapitein is, in hoogst eigen persoon. Nou, dan zeg je, dag kapitein, ook op privépatrouille. Privépatrouille.
Kostelijk, Larisse. Wat? Wij gaan privé patrouilleren. Oh. Jij vindt ook voor alles een woord, hè? Privé patrouilleren. Het kost me heel wat, Berenice, om die vent hier weg te krijgen. Wel bedankt, ook namens Hoera. Dat kan die knaap nooit meer goed maken. Voel me als een priesteres van Dionysos, de tanden op elkaar, dat is allemaal voor de goede zaak. Als een priesteres van Dionysos? Wat bedoel je? Wat doen die dan? Berenice, soms is je deugdzaamheid erg vermoeiend. Laat dat zwaard niet rondslingeren. Zijn er te veel die er wat graag mee zouden spelen? Kijk, ik vlieg al. Hoera, hoera, kom maar, ze zijn weg. Zo, daar ben ik weer. Wat heb je daar? Ach ja, de complimenten van Larissa. Ze dacht dat je wel een zwaard kon gebruiken. Dat is aardig van haar. Hoe vind je het? Een pracht van een wapen. Ik heb het over Larissa. Oh. Schitterend handwerk. Kijk eens aan die versieringen hier. Ah, heel mooi. Maar toch dient dat ding alleen maar om er iemand mee dood te slaan. Oeh, en het lemmet. Voel eens hoe scherp. Om iemand de hals af te snijden. Ah, en het gevest. Wat ligt dat stevig in de hand. Mooi wapen. Daarmee kun je goed... Stoten, hè? Ja. Wapensmeden zijn inderdaad kunstenaars. Ze maken een moordwerktuig zo mooi dat zelfs een fijnzinnig esteet plezier beleeft aan een instrument waarmee kelen worden doorgesneden, armen afgehakt, hersens rondgestrooid en darmen uit het lichaam getrokken. Maar het is toch een heus een heerlijk gevoel, zo'n ja, dat gevoel. Een leeuw heeft dat gevoel als hij een hert in stukken scheurt, omdat hij honger heeft. Maar jullie, hebben jullie honger? En als jullie honger hebben, waarna dan? Knort jullie maag? Nee, jullie zetten je stekels op. Jullie willen niet eten, dat zou te begrijpen zijn. Jullie willen bijten, verscheuren, houden, slaan, steken. Hoe zachtaardig en respectabel is de leeuw vergeleken met jullie en jullie gevoelens. Gedegenereerde instincten van gedegenereerde gebitten, dat zijn jullie. Ha, gevoelens. Wat heb je ineens, Berenice? Oh, noem me alsjeblieft geen Berenice, dat is mijn naam. Ach, Berenice, wist ik maar waar ik vandaan kwam. Wat is er toch met me aan de hand? Ach, hoera. Waarom noem je me toch voortdurend hoera? Dat was het eerste wat ik van je hoorde. Van mij? Hm. Je riep het in half slaap terwijl je droomde. Heel zacht en heel vriendelijk. Ik heb nooit geweten dat hoera zo menselijk kon klinken. Wanneer wij het hier horen, als de wind het geschreeuw van de legers in Krinta naar ons toe waait, dan klinkt het alsof er een beest brult. Dof en verschrikkelijk. Ja, ja, dat doen ze om de andere angst aan te jagen. Jij hebt me niet bang gemaakt, hoera. Oh, de hemel gaat rust nemen. Mm. Die wolk daar is net een lila schip. Waar zou het heen zijn? Niet ver weg. Naar de aarde. Dat schip brengt regen. Dat schip zal over het bos varen. Over het dal. En achter de bergen verdwijnen. Wij zullen het niet meer zien, omdat de aarde rond is. Het zal verder varen en in een zware storm terechtkomen. 3 dagen en 3 nachten zal die duren. Maar op de ochtend van de 4e dag zal het stil zijn. De zon droogt de zeilen. Vogels zingen. Aan de horizon is een smalle strook hemelland in zich. Hoe hoog zou het zijn? Moeilijk te schatten. 2 pijlschoten ver? 2 pijlschoten ver? Waarom zeggen jullie nou nooit eens 1 keer een vogelroep ver of 2 heuvels hoog? Nee, het moet een pijl zijn en een schot. Oh, dat zeggen we zo uit gewoonte. Oh, een slechte gewoonte dan. Waarom doe je zo ongelukkig, hoera? Ik ben ongelukkig. Denk je dan dat ooit iets zonder zin gebeurt of louter bij toeval? Je geheugen heeft je in de steek gelaten. Waarom zou dat nou gebeurd zijn, denk je? Om iets te herinneren. Ik moet me iets herinneren. Nee, misschien moet je vergeten. Je bedenkt wel, je bent gewond. Gewonden zijn neutraal. Neutraal, neutraal. Het niemandsland ligt tussen 2 fronten, dat is gevaarlijk terrein. Gevaarlijk. Ik dacht dat je een held was. Geen held in het afwachten, Berenice. Tot inwoner van niemandsland moet je geboren en getogen zijn, dat ben ik niet. Denk je dan dat het mogelijk is je buiten de wereld te houden door een lange neus tegen die wereld te trekken? Je blijft niet schoon omdat je weigert je handen vuil te maken. Je hebt je plicht gedaan. Hoor eens, Berenice. Ik kan denken. Ik kan me niets herinneren, maar denken kan ik wel. Ik ben geen vechtersbaas. Ik heb er helemaal geen plezier in om partij te kiezen. Integendeel,
Ik vind het altijd zeldzaam onbegrijpelijk als diverse mensen er één mening op na zien houden. Want ik in mijn eentje hou er diverse meningen op na. Ik weet heel goed dat er overal mensen wonen. Mensen met ogen, met verstand, leven, hun gezin. Ik vind het walgelijk iemand aan te vallen, alleen omdat hij een andere uniform draagt. Walgelijk. En toch, Bernietje, toch geeft het me een onbehagelijk gevoel om hier maar te zitten praten o, terwijl... Alweer dat gevoel. Kunnen jullie eigenlijk nog wel eens over iets anders praten dan over gevoel? Gevoel voor zwaarden, gevoel voor vlaggen, gevoel voor weet ik al niet wat. Laten we nou eens logisch denken. Ach ja, logica duurt lang en de avond is zo mooi. Wat zeg je? Niets. Niets wat jij zou kunnen begrijpen. Jij zei zo even, Perzen en Macedoniërs vechten tegen elkaar. Waarom? Ach, ze vertellen je allebei wat anders. Dat wil ik nou juist weten. Wat willen de Perzen? De Macedoniërs verslaan, denk ik. Dat is toch geen reden? Nee. En wat willen de Macedoniërs? De Perzen verslaan, denk ik. Maar zo blijven we in een kringetje rondlopen. Als een ezel rond de bron. Ze halen er alleen geen water uit. Hoera. Wie is eigenlijk Terkiles? Wie? Terkiles. Wat heeft dat te maken met die Perzen en Macedoniërs? Niks. Ach ja, Terkiles. Ja, en? Daar straks stond die naam veel tederder. Terkiles. Hoi, dit hem smelt op je tong. Ik? Wanneer? Wie? Dat is toch een meisjesnaam? Ja, in ieder geval niet de naam van een generaal. Nee. Blom? Ach, praat toch geen onzin. Zeg me liever hoe je aan die naam komt. Heb ik die genoemd? Bruin. Als dat waar is, Berenietje, dan zou het een band kunnen vormen met mijn verleden. Een kabel, jongen? Een dikke kabel? Luister eens. Nou ja... Je hebt het daar straks, toen je droomde, toen zei je het. Vlak na, hoera. Zonder enige aanleiding? Nee, toen ik je in mijn armen nam. Oh, jij. Om je fatsoenlijk neer te leggen. En op dat fatsoenlijke moment heb ik Terkiles gezegd. Gefluisterd. Je hebt mijn hele ziel blootgelegd. Hoera en Terkiles, de struikrover en zijn liefje. Ja. Liefje heb je ook gezegd. Nee, het is echt waar. Je had het ook nog over een tante en een trap. Een trap en een tante? Om 3 uur in de nacht. Met tante? Nee, niet met tante. Dat weet je toch zeker? Ah, heel zeker. Oh, dank je wel. Met wie dan wel? Tja, het is niet leuk om je geheugen te verliezen. En je tastte met je tenen. Waarnaar? Naar traptreden, tenminste dat zei je. Met mijn tenen naar traptreden? Nou ja, ik kan het je nu wel bekennen. Ik heb dan het gevoel of ik op het uiterste puntje... van mijn tenen sta, zo. Kalm aan een beetje. Kalm aan op dit moment. Vertel me alles. Ik zit te genieten. Wie ik ook was, verrukkelijk was het. Dat voel ik met al mijn... De tenen, ja. Maar kom maar gauw die trap weer af. Hoe vind je me zo met de opgestoken haar? Aardig. Erg aardig, Terkiles. Laat die domme ganzen dan maar buiten. Wie is er dan over haar begonnen? Nou, hou jij er dan over op? Ophouden. Hoera. Zeg, aan wie denk je eigenlijk? Je moet mij niet met die ander verwisselen. Wel, nee, Terkiles. Berenice. Oh, zie je wel, smeerlap. Oh, is me dat schrikken, Larissa. Zo, kindertjes. Fijn aan het spelen. Ik ben helemaal gek om die Asclepiodorus mee te brengen. Oh, kalm, die is getemd. Nou, helder, zeg mekaar maar netjes goeiedag. Dit is Hoera, of hoe die dan ook heet. En dit is Asclepiodorus. Kijk ze mekaar eens aan staan rapen. Geef mekaar alsjeblieft geen hand, jullie mochten mekaar eens leren kennen. Er steken misschien nog 2 wilde kemphanen in. Ah, daar ligt het zwaard dat Asclepiodorus terug wou hebben. Maar ik krijg het niet, ik neem het voor alle zekerheid. Ja, mijn grootmoeder kwam uit Frigië, moeten jullie weten. Daar is het gewoonte dat de vrouwen de wapens onder hun bed leggen. En de mannen krijgen hun dolken en spiezen en zwaarden pas als het echt nodig is. En zelfs dan niet eens altijd. Het is wel gebeurd dat de kerels die in dat soort wapenmagazijn hun oorlogstaal kwamen halen, glad vergaten waarvoor ze gekomen waren. Ze lieten hun beste vijand gewoon buiten staan. Hele oorlogen zijn daarom niet doorgegaan. Breek me daar zo'n pracht van een morgen aan. De hemel is bloedrood. Het slagveld wacht met smart. Het is een jaartal van je welste. De schooljeugd zit te popelen van ongeduld om het uit het hoofd te leren. De wereldgeschiedenis houdt adem in. Ze brandt van nieuwsgierigheid om te weten hoe het verder met haar afloopt. En wat gebeurt er?
De helden liggen nog te snurken. De trots slaapt zalig in warme bedden. In plaats van onder de kille groene zoden, zoals door het grote moment was voorzien. Een blad in het boek van de mensheid wordt niet omgeslagen, omdat mijn grootmoeder in het wijze Frigie het duim erop houdt. Daar hebben jullie niet van terug, hè, dappere ridder? Wees maar niet bang, Berenietje. Ik heb mijn dikzak alles over jouw vondeling verteld. Is het niet zo, Asclepiodorus? Ja, zeusje. Zo, jongen. Jij bent dus die hoa. Zo'n mooie stuk die jij hebt uitgehaald, hè? Je geheugen kwijt, hè? Maar je netje, je droogjes maken je nog best, hè? Ik zeg maar altijd... De drie mooiste dingen in het leven zijn eten en drinken. De drie mooiste dingen, dat mag je toch wel niet. Hij is niet goed, snik, hoera. Trek je er maar niks van aan. Zo, hoera. Hoe voel je je ook eigenlijk, noem maar wacht. Je begrijpt toch zeker wel dat ik verplicht ben jou aan te geven. Jij? Jij bent verplicht je mond te houden. Anders zou ik de mijne niet en zeg waar jij je tijd mee hebt gedaan terwijl de anderen aan het vechten waren. Ach, Larissa, houd toch op met die grapjes. Hoera weet echt niet wie hij is en waar hij naartoe moet. Ja, maar zeg het maar voor dat. Je hebt een tik op je kop gehad, is hij? Ja, daar denkt hij mee, Dickert. Asclepiodorus, hoor jij bij de Perzen? Ik dien in het tweede Bactriese bataljon. En jouw bataljon? Vecht dat in het Persische leger? Het Persische leger vecht aan de zijde van het tweede Bactriese bataljon. Waarom al die vragen, hoera? Iemand zal je toch wel zijn? Ja, maar wie dan wel? Laten we eens aannemen dat hij werkelijk niet weet wie hij is. Dan begrijp ik wel dat hij graag wil weten wie hij is. Want wie is nou graag iemand van wie hij niet weet wie hij is? Ik bedoel... Er zijn er heel wat die denken dat ze wie weet wie zijn. En dan blijkt achteraf dat ze het helemaal niet zijn. Maar als hij daar wist wie hij was, zou hij wie weet wie kunnen zijn. En als hij wie weet wie is, zonder het te weten, ja, wie weet dan, als hij eenmaal weet wie hij is. En wie zou dan wie weet wie willen zijn zonder een profeet van te trekken dat hij wie weet wie is? Dat wou ik alleen maar even zeggen. Dikkertje, als jij nog eens in het parlement komt, kan de Mosternis wel inpakken. Wie is dat, de Mosternis? Oh, alweer mis vrienden dat je in de oorlog krijgt. Hoera, ken jij bijgeval de Mosternis? En als ik u zeg... Burgers van Athene, dat die legerstoelen daar niet leeg zijn, dan zult gij mij niet geloven. Maar ik zeg u, die stoelen, die legerstoelen zijn bezet. Vertrouw uw ogen niet, vertrouw uw hart, en gij zult het zien. Want vrienden, heden wordt hier gesproken over het vaderland. Maar als er in deze stad senatoren zijn, vertegenwoordigers van het volk, zoals zij zich noemen, die hun zetels niet innemen... omdat er gesproken wordt over de vrijheid en de eer van Athene, of liever over het mogelijke verlies daarvan, erger dan de dood, dan, burgers, zit op deze lege stoelen de onverschilligheid, het gebrek aan moed, het verraad aan het vaderland, de vermoorde vrijheid. Want, medeburgers, ik zeg u, onverschilligheid is de ondeugd van de middelmatigheid. En van de vrijheid profijt te trekken zonder haar te dienen, betekent haar doden. Krijgen we nou? Een redenvoering van Demosthenes. Kom je misschien uit Athene? Ben je soms een politicus of zo? Wie de ideeën van anderen citeert, is nog lang niet altijd een politicus, liefje. Moet je trouwens teleurstellen, Berenietje. Die redenvoering was niet van Demosthenes. Het is een citaat dat geen citaat is. Ik heb het verzonnen. Waar hebben jullie het eigenlijk over? Al die wartaal? Denk liever aan wat je beloofd hebt, Larissa. Ja, dat denk ik heus wel aan. Ja, dan moesten we er maar eens van doorgaan, duimpje. Zo met z'n tweetjes. Nou ja, en wie jij eigenlijk bent, hoera, dat doet er uiteindelijk niets toe. De hoofdzaak is dat hij van vlees en bloed is, wat u? Juffrouw Berenice. En veel plezier met het eten en drinken. Ik wou dat hij zijn nieuw moppie bedacht. Ga je echt met hem mee, Larissa? Ik moet toch met iemand meegaan, Berenice. Niet iedereen heeft het geluk iemand te vinden. Tot ziens, hoor. Tot ziens, Larissa.
Veel geluk. Ik wens jullie veel geluk. Wees goed voor Berenietje, vondeling. Anders krap ik je de ogen uit. Ik geloof dat ze mijn echte ogen zo uitkrabben. Oh ja, natuurlijk. Ben jij bang voor mijn ogen? Nee. Kom, wij gaan ook. Waarheen? Niet ver. Je oorlog blijft in de buurt. Zo bedoel ik het niet. Jawel, zo bedoelde je het wel. Maar voor de ochtend aanbreekt, hoera, hebben we nog heel wat tijd. Een heel leven. En jij verzuimt niets dan een pauze. Ook die knappe Grieken hebben nog geen lampions uitgevonden die 's nachts het slagveld verlichten. Daarom vallen de zwaarden in slaap. Het leger wordt een rustende kudde. Ja, zelfs de eer is de dag beu. De deugd gaat met de zon onder en wil zich wat verstrooien. Wil jij dan spelbreker zijn? Voor de nacht moet je eerbied hebben. De maan wilt je met smachtende blik naar hem opziet. Anders kruipt hij met de ster achter de wolken. En dan is het pas echt donker. Bij mij heb je het goed. Je kunt net zo veilig dromen als je overdag pleegt te doen. Je wil ligt geborgen en zal heel huids het licht zien van de nieuwe dag dat hem zal wekken. Want wekken zal het hem. De wil slaapt 's morgens licht. Verwant met het licht ontwaart hij al het eerste gloren aan de horizon. En in de morgen zul je gaan. Je zult met teder streven. En je zult gaan. Want degenen die wij willen houden, blijven niet. Evenals hun zonen, die dezelfde ogen hebben, vol vreemde weetgierigheid. Hun eerste stamelende woordjes zijn al vragen, vragen, vragen. De morgenstond is een verschrikking. Dat ochtendgloor, dat de dag wegsteelt, en tot herinnering wordt nog voor ze is gestorven. Die eenzaamheid. Nog voor jullie weg zijn. Die vreemde ademhaling. Wega, wat is er? Stil, stil, hou je toch stil. Hé, hey, doe open. Ik trap de deur in. De pook? Nee. Ze zoeken me. Stil. Komt er nog wat van? Onder troep! Smeerlappen! Ik zal hem... Jij zult niks blijven liggen. Ja, ja, ik kom! Onder de dekens en weg met die pook. Ik kom! Wat moet het lawaai? Waarom trap jij bij vreemde mensen de deur in? Ben je stapel? Wat wil je? Als ik dat tegen jouw generaal zeg, dan word je opgeknoopt. Je weet best dat je niet mag plunderen. Wat zou ik willen? Heb je wat te zuipen? In het holst van de nacht zeker. De hanen kraaien al. Daarom hoef jij nog niet te kraaien. We zijn geen kippen, wat denk je wel? Ken je onze generaal dan? Oh, als je het precies wilt weten. Ik heb zijn neef op bezoek. Huh? Zijn neef? Op bezoek? Hier? Van gisteravond af. Nog wat? Ik had zo'n dorst. Neemt u het maar alsjeblieft niet kwalijk, juffrouw. Ik bedoelde het niet kwaad. Ga maar naar de rivier als je wilt zuipen. Vooruit. Tot uw orders. Ik ben namelijk nu in dienst. Hebt u niet een kleine soldaat gezien? Ben ik soms een uil die 's nachts op de uitkijk zit? Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar ik zoek hem al de hele nacht, moet u weten. Zorg er maar dat je hem vindt, maar laat ons met rust. Hé, hey, kom, lieveling. Neemt u me alsjeblieft niet kwalijk. Neemt u me alsjeblieft niet kwalijk. Jij hebt zenuwen, Berenietje. En jij een pook. Wat een fantasie. En als hij je nou eens niet had geloofd? Dan had jouw poker aan te pas moeten komen en dan zou je nou waarschijnlijk verbogen zijn. Zeg eens, dat was toch die grote soldaat van gisteren? Wat zou er van die kleine geworden zijn? De grote loopt hem te zoeken, dus dood is hij niet. Flinke vent, die kleine David. Hij was reuze kwaad. Die andere was ook kwaad. En veel groter. Maar David had vast gelijk. Laten we zeggen, een beetje minder ongelijk dan de ander. Dat is niet veel. Niet genoeg om zo te vechten. Ja, dat mis, Berenietje. Dat is genoeg. Daar draait zelfs alles om. Een beetje minder ongelijk hebben dan de anderen. Hoor je dat? Laat die pook met rust. Maar als... Stil, stil. Ik ga wel kijken, blijf liggen. Het is de kleine soldaat. Zal ik... Nee. Hij gaat alweer weg. Des te beter. Zou je ook dorst hebben? Het is hier toch geen kroeg? Hij gaat naar het bos. Ik geloof dat hij verdriet heeft. Hij zoekt de grote. Ik hoop dat hij hem niet vindt. Oh nee,
Hij gaat de verkeerde kant op. De andere ging naar de rivier. Och, Gunst. Zijn beentjes staan krom van moeheid. Ik heb het. Wat heb je? Ik heb liever dat iemand weggaat wanneer ze hem niet open doen. Ah. Ik hou van mensen, Berenietje, die aankloppen. Ik hou niet van mensen die op de deur bonzen. Ja, en de morgenstond heeft goud in de mond. Wat moet ik met al die wijsheden voor het ontbijt? Heb je je intelligente dag vandaag? Berenietje, je begrijpt me niet. Ik moet gaan, Berenietje. Ik heb geen keuze. Maar waar wil je dan heen? Heb je je geheugen terug? Dat doet er zoveel niet meer toe. Ik ga naar de mensen die aankloppen. Die geen deuren intrappen. Geen ruzie maken, niet bonzen. Ik ga dat kleine ventje, die David, helpen. Goed dan. Ga jij Davidje maar helpen. Ik had hem moeten laten slapen. Gisteren, onder die boom van hem. Ik had hem helemaal niet moeten aanraken. Ik had hem moeten laten slapen. Ik breng je nog een eindje weg. Het liefst zeker de verkeerde kant op. Ik wou dat ik het kon, Nora. Ik wou dat ik dat kon. Ga Davidje maar helpen. Dit was een luisterspel van Hans Kasper in een vertaling van mevrouw W. Wielikberg. De personen waren Berenice, Feestia Rone, Larissa, Eva Jansen, Hoera, Hans Veerman, Asclepio Dorus, Willy Ruys, een grote soldaat, Han König, en een kleine soldaat, Maarten Kaptein. De regie had Leon Povel.